Goedemiddag Rutger, het is laat, het is zondag, maar je hebt al een hele dag op zitten. Ja, we komen hier voor de musical Cigana. Maar je wilt eerst willen weten, wie is Rutger? Ja, dat ben ik. In eigen persoon. Ja, wie is Rutger? Iemand die het ontzettend leuk vindt om van theater mijn werk te maken en het ook nog als hobby erbij te kunnen doen. En het resultaat gebeurt achter mij. En dat gaat over 1,5 weken première. Ja. Dat is de musical Cigana. Kan je wat meer vertellen over de musical? Ja, Cigana is qua stuk inmiddels alweer 10 jaar oud. En dit wordt denk ik de vierde verbouwing die we eraan gaan doen. En volgens mij is dit de versie die het zou moeten zijn. En het verhaal, Cigana? Het verhaal Cigana. God, even kijken hoor. We hebben een meisje. Heet Cigana, is de hoofdrolspeelster. Uit een heel klein dorpje in Transylvanië, Turtzi heet het officieel. Komt in aanraking met een hele leuke jonge man. Blijkt dat de zoon van de boze vampier is. En dat ben ik dan ook in het stuk, maar ik mag ook meespelen. En ja, hoe dat allemaal gaat aflopen, ja, dat ga ik nou allemaal natuurlijk niet verraden. Maar dat is wat de mensen zelf moeten komen kijken. Je hebt het over verbouwing. We hebben even heel snel een stukje mogen kijken. Kan je iets meer vertellen over de verbouwing? Ja, de verbouwing zit hem daarin dat je bent 10 jaar met een stuk bezig. En dat je uiteindelijk kom je erachter hoe het allemaal nog beter kan. En nog spectaculairder en nog enger en nog romantischer en nog mooier. En dus eigenlijk alle andere voorstellingen die we hiervoor hebben gedaan, dat waren try-outs naar deze voorstelling toe. Dus dit wordt de klapper. Dit wordt de klapper. Ja. Hoe kwam je tot het verhaal? Ja, dat is een hele goeie. Ja, we waren ooit met een heel ander stuk bezig. En uiteindelijk moesten we daar door omstandigheden een punt achter zetten. En daar kwamen dus een paar creatieve koppen bij elkaar. En poep, het was er. Ja, en we stonden er zo falikant achter dat we daarmee door wilden gaan. Oké. Jij zegt zelf Cigana, dus ik scheun erin. Jij speelt zelf de rol van Durand. Kan je wat vertellen over Cigana, Durand? Ja, Durand heeft een plan. Wat er gebeurd is dat 18 jaar geleden, daar beginnen we het verhaal, is het grote kasteel van Durand is verslagen door een of andere lafaard. Dat is Bartok. Bartok is de oom van Cigana. En nou gaat Durand proberen door middel van Cigana wraak te nemen op Bartok. En dat mag ik al verraden, geloof ik. Ja, moest ik even goed over nadenken. Het plan van Durand is dat hij gaat proberen bij Cigana een. Cigana is mens. Zijn zoon is een vampier. Als je die samenbrengt, krijg je een half mens, half vampier. En ik weet dat het in de films wordt het een daywalker genoemd. Een vampier die in het daglicht kan bestaan. Een heel interessant doel uiteindelijk. Maar Okay. of het gaat lukken is de vraag natuurlijk. We gaan het zien. Hoe gaan de repetities tot dusver? Ja, goed. We zijn druk bezig. Ik weet niet of je wat kan zien daar, maar er zijn mensen door hoeken, kieren en gaten aan het klimmen. We zijn dansers aan het instuderen. We gaan zo weer verder met de rest van het verhaal. En over 1,5 week is het af. Ja, ik heb het decor een klein beetje mogen zien. Het staat nog een beetje in de bouwfase nog. Het wordt nog duidelijk aan gewerkt, maar het ziet er al heel indrukwekkend uit. Dus je bent tot nu toe tevreden? Ik ben ontzettend tevreden, ja. Ik kom elke dag hier binnen en het ziet er weer compleet anders uit. En ja, dit wordt spectaculair, ja. Wat boeit jou nou in het schrijven van musicals? Ja, zo tegenovergesteld van wat je normaal gesproken in een productie moet je doen wat anderen zeggen. En in dit geval kun je fantasie de vrije loop laten. Wat er gebeurt, je creëert iets en daar wordt een vorm aan gegeven en dat kun je dan op een gegeven moment aanraken. En datgene wat je dan met lettertjes op papier hebt gezet, dat komt uiteindelijk in een tastbaar plaatje. En dat is zo'n ongelofelijke kick om dat te doen. Ja. Zie je het in je blik, dus wat dat betreft. In de vermoeide blik, maar. Vooral dat, nee, je enthousiaste blik. Maar ja, we kennen jou natuurlijk ook, met name dan uit Les Miserables. Ja, volgens mij stort je het ook met hart en ziel in. Stel, je moet kiezen, schrijven of spelen. Ja, dat is een hele moeilijke. Zolang het te combineren is, ja, wil ik dat vooral blijven doen. Ja. Je speelt ook, wat ik al zei. Stel, je hebt toch een droomrol op het gebied van musicals? Ja, maar daar gaan we ons nog niet over uitweiden. Daar ben ik nog veel te jong voor. Ja.
Je wil nog geen tipje van de sluier oplichten? Nee joh. Ik weet je, elke keer als ik denk dat ik iets wil gaan doen, dan loopt het toch allemaal weer anders in het leven. Dus ik, weet je, ik heb nog wel mijn fantasieën. En laat het maar door hoge hand bepalen of dat gaat komen of niet. Oké. Okay. Wat voor musical zou je zelf nog willen schrijven om naar je andere poot gaan? Nou ja, we zijn alweer druk bezig met de volgende stukken, zeg maar. Daar gaan we verder niet zoveel over zeggen. Ja, zo hoort dat, hè? we blijven bezig. Waar we wel altijd een beetje, waar we zelf erg fan van zijn, zijn toch dit soort duistere stukken. Het hoeft niet allemaal eng en griezelig te zijn, maar we houden wel van de... Ja, als je het zo mag omschrijven, de kostuumdrama's, de groots opgezette spektakels, zeg maar. Ja. Ook een beetje het mystieke, mysterieuze? Ja, zeker. Ja, dat komt ook door onze componist Jan-Willem Hoekstra. Zijn muziek sluit daar zo perfect op aan. Je hoort misschien op het... Hier hoor je al wat gebeuren. Dat is ook een combinatie die werkt zo perfect. En ja, we hebben al een paar stukken geschreven inmiddels. En dat werkt zo perfect. Ja. Nou, je hebt het musical. We hebben het tot nu toe steeds over musical. Stel, zou je ook gaan voor het toneelstuk? Ja, zeker. Ja, acteren is nog wel iets wat... ik wil het geen stap verder, maar het is meer een stap opzij. Want tot nu toe, de musicals die ik heb gedaan, is het toch meer op het zingen gericht en daarbij het acteren. Maar het is zeker iets wat we gaan uitbouwen. Zeker, ja. En spelen of schrijven of allebei? Ja, weer diezelfde vraag. Ja. Ja, je wil het horen van me. Nee, ja. Mag ik daar over een paar jaar op terugkomen? We komen zeker nog even kijken. Waarom moeten mensen komen kijken naar Cigana? Waarom mogen ze dit niet missen? Ik heb al voldoende reden om te zien van, ja, hier wil ik zonder meer naartoe, maar... Uit jouw mond? Meerdere redenen. Het stuk is fantastisch. Ik speel erin mee. En voor de rest een hele geweldige cast. Daarbij, het stuk zelf. Het is echt iets wat mensen, denk ik, ontzettend interessant gaan vinden. Hoe noem je dat? Creepy. Het is griezelig. Het is romantisch. Het is eigenlijk... Ja, alles bij elkaar wat je in een stuk zou willen zien. En daarbij, we hebben een heel leuk iets, dat zijn dinnershows. Dat is in de tweede periode gaan we dat doen. En dan krijg je dus een combinatie van een leuk zoveel gangen menu. Ik weet niet hoeveel, maar het zijn er heel wat. En een wijnarrangement. En dan krijg je dus dat stuk bij te zien. Dus ja, wat wil je nou nog meer? Dat is wel een leuke avond uit, lijkt mij. Ik heb nog één vraag, dus dat wil ik graag nog meer. Hebben wij een vraag niet gesteld? Ja... Wat ik in mijn koffie drink, melk en suiker. Dankjewel. Oké, Rutger, bedankt. Heel veel succes. En we gaan binnenkort weer van je horen en zien. Okay. Nou, iedereen is van harte uitgenodigd. Kom langs. Doeg.